jongens, ik ben Alice, YouTube-hond. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kan ik dit? Rubriek waarin ik ga testen wat ik allemaal kan. Vandaag is de allereerste Kan ik dit van 2018 en mijn meest bekeken video van 2017 was mijn mega sushi mukbang. Ik had toen iets te veel, ik was iets te enthousiast, dus ik dacht ik ga een beetje minderen, denk ik. In de hoop dat het deze keer wel lukt. Er zijn te veel Kan ik dit's mislukt. Ik heb te vaak nee moeten zeggen aan het eind van een aflevering. Dus vandaag gaan we voor de ja. De eerste Kan ik dit van 2018 gaat lukken. Ik ga even alles uitpakken voor jullie. Ziet er echt smerig uit in de verpakking. Maar dit is Futomaki. En dit is er een met crispy chicken. Avocado maki. Ebi fry. En een maki mix met komkommer, zalm, tonijn en surimi. Weer twee stokjes, terwijl ik in mijn eentje ben. Ik eet geen gember, ik eet geen wasabi. Die shit hoef ik allemaal niet. Chillen vind ik altijd bij sushi. Zodat je gewoon die bakjes kan gebruiken ook voor je saus en voor je shit. Dus dan heb je geen vaat. En wij hebben geen vaatwasser meer. Dus dat is heel chill. En dan gebruik ik dit bakje voor de soja. Kijk, dit is natuurlijk ook soja. Ik ben die doos die de sushi hierin laat vallen en dat het helemaal druipt van de soja. Sommige mensen vinden dat lekker, maar ik niet. Ik heb ook op Instagram gevraagd of jullie wat vragen wilden stellen. Dat was een beetje een minimale opkomst. Heel veel mensen gaan geen antwoord en wil geen vragen stellen. En dat vond ik heel jammer. Dus, maar goed, het komt wel goed. Het komt goed. De eerste hap, deze heeft echt die krokante korst. Heerlijk. Ben ik de enige trouwens die als hij eet, stel ik op allemaal lekkere dingen voor me, dan bewaar ik het allerlekkerst voor het laatst. Maar daarbij kan je dus ook hebben dat je dan vol zit en het allerlekkerste niet meer kan eten. Snap je? Ik neem altijd deze maki mix, want die is echt 5 euro. En dan heb je echt 24 stukjes maki voor 5 euro. Gewoon goede shit, weet je. Eerst de tuna. Als je één ding aan je lichaam mocht veranderen, wat zou dat dan zijn? Ik denk of een plattere buik of iets kleinere borsten. Ze zijn gewoon heel groot en ze mogen wel iets kleiner voor mij. Als je je naam moest veranderen, hoe zou je dan willen heten? Girl, ik ga mijn naam never veranderen, want dan kan ik niet meer het intro gebruiken van Bernadette in YouTube-land of Hendrika in YouTube-land of I don't know, klinkt allemaal niet. Alice is de bom. Ik ben gewoon beledigd door deze vraag. Ik ga deze vraag niet beantwoorden. Hoeveel fans kom je per dag tegen op straat? 0. 0, ha, make you look. Oh nee, mag niet boven schouders. Laat maar. Ga gewoon never have I ever vragenlijst opzoeken. Ik heb nog nooit wiet gerookt. Nee, ik heb nog nooit wiet gerookt. Soms denk ik ben er best wel benieuwd naar. Dat is dan de enige drugs waar ik op zich wel nieuwsgierig naar ben ofzo. Maar dan aan de andere kant ben ik veel te paniekerig voor drugs. Misschien is dat niet zo'n goed idee. Ik heb wel vaker opmerkingen gehad van, oh ja, je moet meer dit laten zien en meer dat laten zien. Ik heb alles uitgesteld, oké jongens. Is het zo goed? Never have I ever kissed someone on the first date. Nou ja, ik heb Stijn leren kennen tijdens het uitgaan. Dat was niet een date, maar toen hadden we wel gezoend. En tijdens onze eerste date hadden we niet gezoend. Mijn beste vriend zei toen nog, ik zag hem dus voordat ik mijn date met Stijn had. En toen zei hij, ja, je mag absoluut niet met hem zoenen hoor. Dat moet je niet doen op de eerste date. Toen zei ik, ja maar maat, ik heb al lang met hem gezoend. Waar heb je het over? Ja, nee, dan nog moet je het niet doen. Nou ja, het gebeurde gewoon niet. Maar als het wel gebeurt, ja, is het toch niet erg. Never have I ever skipped school. Ik wou dat ik het kon zeggen, maar dan lief ik echt zo hard. Never have I ever been pregnant. Nope, afkloppen. Ik wil voorlopig echt nog niet zwanger worden. Dat is echt wel iets waar ik echt bang voor ben, ondanks dat ik gewoon protectie gebruik en dat soort shit. Ik ben echt nog lang niet moedermateriaal. Ik voel mezelf nog een kind. Echt een kind. Ik kan echt nu nog geen moeder worden, echt niet. Nooit heb ik een heel Harry Potter boek gelezen. Maat, ik heb alle Harry Potter boeken gelezen. Maar ik moet niet stoer doen, want ik was echt laat. Ik ben echt in 2016 of 15 misschien pas begonnen met Harry Potter boeken. Toen had ik Oude Vlams wel 80.000 keer gezien, daar niet van. Maar ik was laat. Ik heb nog nooit met iemand anders gedoucht. Jawel, tuurlijk wel. Het is wel een soort van gezellig, maar het zou het meest ideaal zijn als je gewoon twee douchekoppen hebt. Want er is altijd één iemand die het toch wel een beetje koud heeft, bla bla bla. Oh nee, nee! De grote dingen vallen gewoon helemaal uit elkaar. Nee! Nee. Deze mukbang gaat zoveel chiller dan die vorige, omdat ik nu gewoon weet, ik kan dit. Bij die andere, zeg maar, als je zoveel eten voor je ziet en je moet het opkrijgen, dan is het gewoon niet meer leuk. Ik weet het, dat klinkt echt super ondankbaar, maar ik vond het echt moeilijk. Die video is 58.000 keer bekeken. Echt ziek, dat had ik echt niet verwacht.
Maar ik dacht, mensen vinden het blijkbaar leuk, dus nog een keer doen. Ik moet dit opeten. Kijk, normaal blijft er altijd wel een stukje over, maar vandaag moet ik het opeten, Alice. Ik wil niks horen. Ook al word ik misselijk, ook al moet ik kotsen. Het moet op. Ben je ooit flauw gevallen? Ik ben één keer flauw gevallen toen ik naar de wc ging. Toen ik net een boodschap had gedaan. En blijkbaar net voor ik flauw viel heb ik Stijn geroepen. En ik kwam naar beneden en ik vond me op de grond. Dat is leuk. Dat is een leuk verhaal. Ja, leuk. En toen ik in groep 7 zat of zo. Ik was eerst ziek. En toen kreeg ik een keelontsteking. Ik voelde me hartstikke ziek. Vrat bijna niks. Ik was toen iets van 3 weken echt 6, 7 kilo afgevallen. Ik ging toen douchen zonder om beter te hebben. En toen in één keer werd het zwart voor mijn ogen. Ben ik tegen de muur aan gaan leunen. En dan heb ik mezelf heel langzaam op de grond laten zakken. Omdat ik bang was dat ik om zou vallen. Ik stond natuurlijk in de douche. Dus ik dacht, ik val keihard op mijn kop tegen die stenen aan, zeg maar. Nou, toen heb ik blijkbaar nog mijn moeder geroepen. Daar kan ik me niks van herinneren. Dan ze naar boven. En toen zei ik, ik zie niks, ik ben blind! Iemand vroeg aan mij, als je mukbangs gaat doen in de toekomst, met wat voor eten zou je dan willen doen? Dit is de derde keer dat ik met sushi doe. Ik heb het eigenlijk alleen maar met sushi gedaan. Ik bedacht me, misschien is het ook leuk om het te doen met eten wat ik nog niet goed ken en dan random dingen te bestellen. Of het een keer te doen met iemand anders en die mij dan introduceert aan een andere keuken. Dat kan ook. Maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. En of jullie zoiets hebben van, oh ja, dat moet Alice echt doen. Of nee, Alice moet het echt niet doen. Ik zal wel een poll hierboven zetten. Ik heb nog 5 stukjes te gaan. I got this, bro! I got this! De maagje was te groot. Dit is toch heel groot, G. Sushi of KFC? 1000% sushi. Ik vind Kentucky Fried Chicken een beetje overrated. Volgens mij gaan echt mensen boos op me worden. Ik zou wel elke week sushi kunnen eten, minimaal 1 keer. Maar ik zou niet elke week Kentucky Fried Chicken willen eten, minimaal 1 keer. Oh, ik zweer het. Wat is, zeg maar, zeep stinkt niet. Maar eten hoort niet te ruiken naar zeep. Als het geen eten was, dan zou ik het zo zeggen. Snap gember echt niet. Ik snap het gewoon niet. Oh, je moet echt niet ruiken aan wasabi. Ik heb gewoon traanogen en ik voel het gewoon in mijn neus. Allerlaatste stukje. Oh mijn god, maag. Ik zweer het, ik heb het laatste stukje nu opgegeten. En ik voel mijn maag helemaal rommelen. Dus kan ik dit? Ja, ik heb het op. Oh god, ik heb echt buikpijn. Oh my god, food coma. Gadver. Laat me weten wat jullie favoriete eten is. Als het sushi is, wat dan je favoriete soort sushi is. Zet het mij hieronder in de reacties. En als je nog suggesties hebt voor een volgende kan ik dit, mag je dat ook altijd in de reacties zetten. Ga ik nu naar de wc, want ik heb niet echt heel nodig. Toedeloedels.